Instagram en live op Facebook. Hallo mensen. Goedenavond. Nou, ik heb Linda laten invliegen vandaag. Die mag op 1,5 meter van mij dadelijk de workout mee gaan doen. We gaan buikspieren en billen trainen vandaag. En we wachten nog heel even totdat er een paar mensen bij zijn. Nou, wat heb je dadelijk nodig? Misschien mijn handen op te vertellen. Een handdoek. Nou, ik heb hier een handdoekje. Eventueel een gewichtje. Ik heb hier een schijf. Maar jullie mogen ook iets anders pakken. Vind je hem goed zonder gewicht? Dat kan ook. We kunnen alle oefeningen zonder gewichten doen. En eventueel een matje als je die hebt. Tapijt, maakt niet uit wat je wil. Dan kun je daarop gaan liggen. Nou, we gaan vandaag een Tabata workout doen. We starten dadelijk gewoon met een warm lipje. Die Tabata workout is dadelijk heel simpel. De muziek die vertelt precies wat we moeten doen. En ik vertel voor elk nummer, een nummer dus 4 minuten, welke 2 oefeningen we gaan doen. En dan leg ik hem helemaal uit. Op het moment dat de muziek start, telt hij af. Dan gaan we gewoon lekker starten. Dus dat gaan we dadelijk allemaal doen. En wat ik zeg, we hebben dadelijk 2 varianten. We hebben een zware en een lichte variant. Je mag dadelijk zelf kiezen. Je mag zelf kiezen dadelijk welke variant je wilt doen. De lichte variant betekent in de Tabata workout ben je 20 seconden aan het werk. En na 10 seconden heb je pauze. Dan mag je pauze houden. In de zware variant hou je actieve rust. Dus dat betekent, je blijft gewoon bezig. Dus ik zeg maar even wat, we doen dadelijk een squat. En dan blijf je gewoon pulsen beneden. Maar dat leggen we allemaal dadelijk nog even uit. Wacht eerst nog even lekker tot, totdat er een beetje mensen zijn. Misschien wel leuk. Ook handig. Flesje water. Kun je wat drinken? Als je helemaal niet meer kan. Ja. Ik ken nou niet meer. Ik ook niet. Jullie hebben 14 kijkers. Zo. Dus, jeetje. Nou, dan gaan we lekker beginnen. Wat we zo dus gaan doen is die Tabata workout. Voordat we echt gaan beginnen aan de Tabata workout, doen we een klein warm nipje. Ik loop een stapje naar achter, anders is mijn hoofd eigenlijk eraf. Maar de eerste oefeningen leg ik alvast uit, dan kunnen we na de workout gelijk doorgaan. Dus wat heb je dadelijk nodig voor de eerste oefening? De eerste oefening is dadelijk een sumo squat. Dus je gaat breed staan, tenen naar buiten, voeten breder dan de elleboog op. Je zakt naar beneden en je komt omhoog. Dat doe je dadelijk dus 20 seconden, nu nog niet. Tussendoor wil je dus de actieve rust, dus wil je wat moeilijker. Dan blijf je beneden, blijf je pulsen. Wil je gewoon de normale rust, blijf je gewoon staan. Oefening 2 dadelijk is de voor- en achterwaartse lunge. Je kiest één been waarmee je begint als standbeen. Je stapt naar voren, je knie gaat niet voorbij je teen. Je zakt terug en je stapt naar achter. Lukt dat niet met tussenstap, dat mag. Naar voren en naar achter. De actieve rust dadelijk, waar je eindigt, voor of achter, maakt niet uit. Blijf je pulsen. Voor 10 seconden. Daarna begint, de workout weer opnieuw. Dus we gaan even snel even een kort warm-upje doen. Daarna start ik de eerste Tabata nummer. Nu nog niet. We doen eventjes. We gaan staan op je plek. Smalle squat aan het begin. Handen voor je. Doen we 20 keer zakken. Gaan we. 1. 2. Knieën niet voorbij je tenen meer. 90 graden. Zo ver mogelijk zakken. Uitstrekken. Keurig. Nou, dit is alweer 5. Doe even 20 keer om even lekker erin te komen. Hierna nog een jumping jack variant. Even rennen op je plek. En daarna gaat het eerste nummer beginnen. Lekker na dat weekend. Even wat doen. 12. 13. 14. 15. 5 keer. 4. 2. 1. En 2. We gaan door even jumping jacks. Komt die 20 keer uit en in. 1. 2. 3. 4. Beetje de hartslag omhoog krijgen. Zal wel springen. Yes. Dit is 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 lunges doen we nog even voor. Dus rechts, stap terug, links. Nou, dit is de derde lunge. Vierde lunge. Vijfde. Zesde. Zevende. Achtste. Is die zwaar? Negende. Doe wat minder ver naar beneden. Tiende. Jumping jacks. Ik heb 20 keer. Komt ie. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. Oké, we gaan zo eerst een nummertje opstarten. Even kort nog snel even uitleggen. Sumo squat. Gedurende 20 seconden. Tenen naar buiten doorzakken. Omhoog. Wil je actieve rust? Dus wil je het wat moeilijker maken? Blijf je laag. Daarna 10 seconden. Geef het vanzelf aan. Daarna de volgende oefening. Voor- en achterwaartse lunge. Pardon. Stap naar voren. Stap in één keer terug. Actieve rust. Dus 10 seconden laag blijven. Op het punt waar jij mee geëindigt. En dan beginnen we opnieuw. Zo. En nu omhoog. Conditie van Nel Paard. Oké. Nou, we gaan de Tabata workout starten. Als het goed is, horen jullie ook een beetje de muziek. Zo niet, dan hoor ik het vanzelf wel. Ga er staan of wel stenen naar buiten. Hakken naar binnen. Nou, hij gaat zo meteen aftellen. Nu. Sumo squat, kom maar. 20 seconden lang. Billen naar achter. Je knieën niet voorbij je tenen meer. Keurig. En dit is 20 seconden. Dit is de makkelijke variant. Dan hou je zo van pauze. En anders ga je door, maar dan met een pulsquat. 2, 1 en pauze. En wil je moeilijker, ga je pulsen. Je mag dadelijk gedurende het nummer. De set komt 4 keer voorbij. En dan gaan we door met de lunge naar voren en naar achter. 1 mee voor. Keurig. Je hebt dus nu je linker of rechterbeen als standbeen. Dadelijk de volgende ronde. Doe je het andersom. 3, 2, 1. En pulsen, kom maar. Wil je gewoon pauze? Dan mag dat natuurlijk, hè. Prima. En nu komt weer de sumo squat. Gaan we weer, kom maar. Breed. Netjes. Zakken en terug. Keurig. Lekker muziekje op de achtergrond. Blijf squatten. Morgen spierpijn. Kom op. Ik ook hoor. Nog 2, 1. En wil je dan moeilijk? Pulsen. Anders weer pauze. Het is een high intensity workout, hè? Oké. Andere been. Gaan we weer stappen. En stap terug. Dan verder. Voor en achter. Is hij te zwaar? Doe een tussenstap. Mag best. We gaan het hele nummer door. Hij gaat wel lekker branden, denk ik. Voor mij ook. Nog 1. Je pulsen. Gaat nog niet, hou je pauze. Mag allemaal. Kies je eigen niveau. En we gaan weer. Sumo. Kom maar. Lekker die verzuring in. Je kan ook goed benen trainen, zonder gewichten natuurlijk, hè. Ja. Kom op. Billen naar achter. Borst naar voren. Nog 2, 1. En eventueel pulsen en anders pauze. Lekker in. Oeh, nu gaat hij ook verzuren, hoor. Dan haal ik weer je andere been als standbeen. Waarmee je bent begonnen, gaan we. Go. Oeh. Keurig. Kom op. Lunch. We zijn er bijna. Nummertje is alweer bijna afgelopen, ja? En punt. Oeh. Bijna klaar. Yes. Even door je pulsen. En als dat niet gaat, een lekker pauze. Ah. Sumo squat. Yes. Kom maar. En weer zakken. Kom, zakken. Omlaag. Yes. Hou vol, je bent er bijna. Als dit nummer dadelijk is afgelopen, dan hebben we allemaal pauze. Ah, kom op. Trek hem door. Om 1. En pauze. Hierna nog eentje. Ah, hij burnt. Kom op. Andere been voor. Gaan we, standbeen. Yes, en zakken. Weer eens, ga dat niet doen, je kleine stap. Maar je gaat door, hij brandt lekker. Kom op, kom op. We zijn er bijna. Kom op, maak hem af, maak hem af. Pauze.
En door. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En los. Ja, gelukkig zijn de lunches erbij. Zo, even de muziek even. De volgende Tabata workout. Het liedje komt er zo aan. Even kort bijkomen. Oh, schud een beetje lekker met je benen. Want behalve die billen zijn die bovenbenen ook goed aan het branden. Bij mij wel in ieder geval. Neem een slokje water. In de tussentijd gaan wij de volgende set oefeningen uitleggen. Ga ik Linda even gebruiken als voorbeeld. Okay. We beginnen dadelijk met de duck walk. Dus wat je mag doen, je gaat breed staan, tenen weer naar buiten. Je gaat laag in de squat staan en je mag lopen. Door je huiskamer heen, maakt me niet uit hoe je loopt. Als je met je knieën niet voorbij je tenen laat komen, in de squat houding blijft staan. Hierbij mag je actieve rest houden, maar ik denk dat het net te zwaar is. Dus gaan we maar, ja, ik raad het niet aan, laat ik het zo zeggen. Volgende, sidestep. Je gaat eigenlijk op één been staan, rechts of links, kiest weer. Zak door je been, je mag je teen op de grond, gerukte teen, in, uit, in, uit. Je teen raakt heel zachtjes de grond, een soort disco move, een beetje die van vroeger. En dit been, hier staat de spanning. Zo niet ga je lager. Daarna duckwalk, andere kant. Haha. Oké, het liedje gaat weer beginnen. Zorg dat je klaar staat. Oké, maak je weer klaar voor die duckwalk. 2, 1, ja hoor, gaan we, kom maar. Lekker laag en lopen. Maakt niet uit waar je heen loopt. Als je die benen maar breed houdt. Naar buiten. Twee tellen. 1. En los. En wil je rust? Actieve rust, blijf hier staan. Anders kom je omhoog. Ik zou aanraden, kom lekker omhoog. 1 voet weer. Klaar. Standbeen, zak door. Gaan we. Naar binnen en naar buiten. Kom. En hou die druk op je standbeen. Dus eigenlijk je buitenste been zorgt alleen maar voor een beetje evenwicht. Hier staat de spanning op die bovenbeen, op die billen. Keurig. Oh, kom maar doorgaan. En rust. Benen zwaarder, hou je 1 teen omhoog, blijven staan, zo niet. Lekker even pauze. Duckwalk hierna weer. Komt ie aan, duckwalk. Ah. Ja, die had al iets gezegd dat gewichten. Dat je met gewichten zwaar kon trainen. Als je dit in je benen voelt, lekker verzuren. Daardoor komt ook nog de buik. Zo denk je, ja, maar van de zon en stop. Eventueel weer actieve rust. Mij gaat het niet lukken, dan schiet ik kramp erin, denk ik. Andere been, als standbeen. Van mij staat links. Ga maar weer van binnen naar buiten. Is hij te licht? Zak je verder door. Oh. Ik hoop dat je iemand hebt thuis die nog even de raam op kan zetten. Ja. Anders vliegen de zweten er vast wel af. Dus blijf doorgaan, kom, blijf stappen. Alleen die grote teen. En los, stop. Je mag even te veel blijven staan. Ronde 3 gaan we in. Duckwalk. Yes, alleen ga maar voor. Blijf er lopen, kom op. Laag in je gaat, nu paard is. Houd de knie aan de zijkant. Blijf lopen, als een eentje, nog 2 tellen, 1, los, 1 been weer voor, als standbeen, weet waar je mee begonnen bent, voor mij staat rechts, ga maar weer, in, uit, keurig, de disco move, hè, tik je hand mee, och, zo mooi heb ik al nooit gedanst, de ritme gevoel van een, yes, blijf doorgaan. Kom op, je bent er bijna. Focus op dat been. 1. En los. Lukt wel. Komt ie weer. Laatste setje. Oeh. Gaan we weer. Zakken omlaag. Lager, lager. Kom maar. Maakt niet uit hoe je loopt.
als je maar loopt. In die squat variant, kom maar. Naar voren, naar achter, opzij. Blijf breed, breder dan je schouders. Nog 2, 1, stop. Laatste. 1 keer die sidestep. Zak door je been. Ja, wacht nog heel even. Nu wel, yes. In, uit. Netjes, kom, hou vol. Iets lager eventueel, als die wat makkelijker wordt. Kom op, je moet die verzuring voelen. Bijna laatste paar tellen. Nou, nog even 10 seconden rust. Dan blijven we nog even staan. Je bent er bijna. 2, 1, 10 seconden rust. 5, 4, 3, 2, 1. En los. Nou, lekker hè. Goed bezig. Beetje vol te houden allemaal. Ja, het is zwaar om terug. Dus dat is mooi. Of niet meer. Ja, of niet meer. Lonneke is erbij. Diana, Rutte. Oké. Okay. Hey, zo meteen het derde nummer, derde liedje. Iets is anders ingestoken dan de vorige, want deze oefeningen zijn best wel pittig. Dus wat we dadelijk doen, we doen 2 keer dezelfde oefening achter elkaar. Dan gaan we door met de volgende. Dus je houdt hem, doet hem 2 keer. Met die pauze. En daarna ga je door naar de volgende. Wat dadelijk de eerste oefening is. Je mag kiezen. Heb je een gladde ondergrond, pak je een handdoek. Heb je die niet, doe je het gewoon op je hakken. We doen dadelijk een hamstring curl. Dus je gaat zitten op je matje, of liggen eigenlijk. Plat, je komt met je billen omhoog. En je mag je handdoek uitschuiven naar voren. En terugschuiven. Hou je billen hoog. Uitschuiven. Terugschuiven. Heb je geen matje of geen gladde ondergrond. Dan doe je Linda's variant. Billen omhoog. En je mag op je hakken gaan staan. En dan loop je naar voren. Zo ver mogelijk. En dan weer terug. Volgende dadelijk. Nou, daar hebben we ook nog die actieve rust. Moeten we even goed zeggen natuurlijk. In je actieve rust hou je gewoon een normale bekkenbrug, hiprust aan. En je blijft gewoon zo 10 seconden. 2 keer deze, ga je door naar de volgende. Komt allemaal goed dadelijk. Handdoekjes schuif je dan gauw weg. Mag je met 1 been omhoog komen. Hiprust is rechts. Pauze is actief. Bekken. En daarna links. Is het toch te zwaar? Doe je gewoon pauze. Ga je wel lekker leggen. Daarna. Oh ja, de liggende kalfrees. Jotje. Mag je gaan liggen weer in die bekkenbrug. Moet die billen aanspannen. En dan mag je je hakken omhoog halen en terugzetten. Dan ga je hem goed voelen in je kuiten. En in je hamstrings en in je billen. En als laatste. Benen gaan dadelijk lang. Je komt omhoog en terug. Wil je hem zwaarder, mag je je benen gestrekt houden. Span je ook wel je bovenbenen aan. Allemaal 2 keer achter elkaar. En je weet dat je nooit meer met die collega bent. Je weet dat je nooit meer met die collega bent. Nee, je doet het nooit meer mee, denk ik. Maakt niet uit, ik kies even een leuk nummertje uit. Zullen we doen? Eye of the Tiger. Nou. Kom maar op. Nu komt hij aan. Dus dadelijk, je gaat liggen met je handdoek of stappen. Je hebt nog even de tijd. Ga plan liggen. 2, 1, gaan we. Let's go. Dus stappend, schuivend. Maakt niet uit, maar die hamstrings moeten geprikkeld worden. Billen hou je omhoog. Onderrug van de grond. En schuif maar. Of lopen. Op die hakken. Geef je omhoog. Jij ook doen. Geef je omhoog. Yes. En rust. Hou hem eventueel vast. Vind je het te zwaar? Ga je plat. Zelf kiezen. 2, 1. Gaan we weer. 20 seconden. Kom maar. Yes. Hij wordt zwaarder. Oh. Ja, maar. Trekken. Hoe verder je gaat, hoe zwaarder die is. Vind je hem te zwaar? Maak je beweging gewoon klein. Netjes. Kom op, billen omhoog. Duw omhoog. Nog 2, 1. En pauze. We gaan nu zo door naar de volgende. Schuif langzaam eventjes je handen wel weg. Anders glij je nou echt weg. Blijf in die bekkenbrug. Enkelzijde. Gaan we. Kom maar. Rechts. Of links. Maakt niet uit. Je begint er nog met 1. Dadelijk andere kant. Kom maar omhoog, binnen omhoog. Is het te zwaar, ga je met 2 door. Kom op, zakken en uit. Kom, omhoog, duwen, push. Blijf doorgaan. Nog 2 tellen. 1, zet je voeten naast. Hou die pillen omhoog. Ga zo met je andere been verder. Lekker zeg. Komt ie aan. Yes. Kom maar.
aanspannen, buikspieren ook gelijk. Blijf recht. Duw uit. Maximale beweging. Zak naar beneden en omhoog. Gaat dat niet meer? Twee benen naast elkaar. Kom op, kom op. Nog een paar seconden. Hij tikt zo weg. 3, 2, 1. Voeten naast elkaar. Actieve rust. Ja, oh. Zometeen gaan we je hakken omhoog liften. Dus je gaat op je tenen staan en je blijft die billen aanspannen. Yes, kom maar. En terug. Gaat dat niet? Dan doe je iets anders. Kleine beweging. Hou die billen omhoog. Hou hem vast. Kom maar, aanspannen. Netjes. Doorgaan. Kom op, blijf staan. Doe hem ook in je kuiten. En los, bekkenbrug. Hou vast, lukt het nog? Nee. Kom op, je kan dit. Gaan we. Laatste keer deze. Omhoog, spannen aan die kuiten. Zet je voeten dichterbij. En omhoog. Kalfrace, meer dan de kalfrace. Kom op. Hoe langer je hem hoog vasthoudt, hoe zwaarder die is voor je kuiten. Hou vast, hè. Dadelijk je 10 tellen rust. 10 seconden rust. Hierna gaan we door met die buikspieren. Dus gelijk, hierna ga je door met je benen lang. Kom, kom, kom. Hou vol, je bent er bijna. En plat, gaan we. Komt ie. Oep. Yes. Buikspieren. Aanspannen je benen ook. Rechte benen. Zo recht mogelijk dan. Kom op, je bent er bijna. Nog 2, 1, los. Oh, sorry, dit heb ik niet uitgelegd. Je mag eventueel je been weer erboven houden. Ja, dan ga je lekker pauzen. Nou, lekker pauzen. Gaan we weer. Yes. Laatste setje. Dan is ijspartijen afgelopen. Kom op. Bijna. Tik nog even je teen aan. Iets is hoger. Ik had het niet benen gebogen. Kom op, kom op. 1. Ah. Relax. Hou 10 seconden vast. 5, 4, 3, 2, 1. Los. Haha. Nou. Oh, even je mond houden. Yes. Pak nog even een lekker slokje water. Als het goed is, heb je het verdiend. En als je gewoon mee zit te kijken, ook prima. Zoals Sam, neem maar de slokje hoor. Kijk is eigenlijk meedoen natuurlijk. Hey, zometeen een blokje buikspieren. Twee oefeningen zometeen weer die we wat gaan afwisselen. Dadelijk, je gaat liggen. Je mag één been 90 graden, één been gestrekt omhoog. Arm lang, drijven in, omhoog en terug. Yes, dat is dadelijk de eerste. Daarna kom je omhoog. Je pakt eventueel iets vast. Flesje water, schijf, gewicht. Maakt niet uit. Russian twist. Hakken mag je op de grond zetten. Of eventueel omhoog halen. Van rechts naar links. Hierbij hoef je geen actieve rust. Als je wil mag je het doen. Maar is niet nodig. Want hij wordt zwaar genoeg. Daarna natuurlijk je andere been weer omhoog. En dat één nummer lang. Kies er weer een leuk nummertje uit. Ja. Dead Power staat er. Nou, gaan we die maar doen, hè? Of ijs, baby. Ja, dat wordt hem. Dat wordt hem. Voeten, één voet plat, eentje omhoog. Arm langs je lichaam. Kommetje bij je oren. En we gaan hem zo meteen. Ja, het wordt een beetje lang. Daar gaan we. Komt ie. Op naar je knie. Hou je been stil. Keurig. Hou je been omhoog. Wordt je te zwaar? Hou je benen 90 graden. Ook prima. Maar je moet in blijven draaien. Kom aan. Kom maar, ijs, baby. 3, 2, 1. En los. Kom maar vast omhoog. Pak je voorwerp of eventueel draai je handen. Je bij met elkaar, maar goed. Daar gaan we voor. Links. Eigen tempo, lekker draaien. Elleboog in je zij. Probeer je benen bij elkaar te houden. Even stil te blijven. En gewoon draaien. Maar 20 seconden. 4 keer halen. En leg weer neer. Je andere been gaat dadelijk de lucht in. Maar wij gaan weer. Arm lang. Gaan we. Let's go.
deuren. Ja, die schuine buikspieren, die voel je goed als het goed is. En dan doe je het best. Dan moet je iets verder omhoog doen, dan ben je schouderblad van de grond. Yes. Kom maar, nog twee. Eén. En stop. Kom weer omhoog. Nice. Eén, twee, drie. Nou, gaan we even deze kant op zitten, dan zo gezellig. En de boog in je zij. Gaan we weer. Yes. Wordt het te zwaar, voel je weer onder de rug. Zet je gewoon je voeten plat, hè. Geen probleem, als je maar blijft draaien. En gaat dat ook niet? Hey, dat is even mijn andere bijspieroefening die je zelf al doet. Dus, de tweede ronde, hè? Ja. En los. Blijf je terug. Je eerste been gaat weer omhoog. Wil je hem moeilijk en dan mag je hem nu helemaal meenemen. Zie je hem goed zo? Hou hem zo. Kom maar. Yes. Als je maar die 20 seconden vol maakt. Gebogen been, been stil, maakt niet uit als je maar blijft draaien. Helemaal in draaien, schuin de buikspieren, kom op. Oh. En dan bijna. Deze kant is bijna klaar. En stop. Kom weer omhoog. Twister is de laatste keer, één laatste keer die twister. En dan gaan we eens. Kom op Pellin. Ja. Jullie zijn ook lekker bezig hoor. Oh. Dat is even wat anders dan die broodstoel van thuis. Hè? De gillende kinderen om je heen. Kom op, hou vol, blijf draaien. Yes. Stop. Hierna nog één keer. Eén been plat, schuif hem aan. Kommetje om je oor. Benen in de lucht. Gaan we, yes. Let's go, 20 seconden. Ja, ja. Kom op, uitdraaien, indraaien. Kijk mee hier doorheen. En de boven langs je oor. Stop. Pak je schijfding, handen, weet ik het wel vast voor de laatste ronde. De laatste keer. Gaan we, yes, rechts, links. En draai, kom op, ellebogen in je zij. Zoveel mogelijk vanuit je boord draaien. Draai mee. Kijk naar je schijf. Of naar mij maar ook. Bijna. Kom op, kom op. Het laatste stukje weer. Nog één tel. En relaxed. Ah. Oké. Okay. Nou. Gaan we zo door met het volgende rondje. Lena mag kiezen. Nee, wat mag ik kiezen? Gaan we iets doen voor met crunches? Of met planken? Dan wordt het geen... Nou oké, okay, moet planken dan. Moet toch planken? Oké, okay, dat is mooi. Nou, ook daar gaan we een nummertje aan doen, planken. Voor degene die mee hebben gedaan, je hoeft mij niet te haten, Linda deze keer. Hey, wat je zo mag doen. We hebben dus vier oefeningen. Tussendoor mag je gewoon pauze houden. Wat je dadelijk doet, plankhouding. Ellebogen in je zij. En je mag dadelijk rechts. En links om en om bewegen. Dat is dadelijk de eerste. Daarna heb je pauze. En bij de oefening 2 is het ook een plank. Maar je been hef je gestrekt naar achter. Pakken we ook een beetje hamstring mee en billen. En gewoon één kant per oefening. Best pittig. 10 seconden rust. Elke keer pak ook je rust, want je hebt hem nodig. Gaat het niet, dan pak je hem verder door. Kantel je heupen naar binnen. En span je buikspieren aan. Pak je hem zo op je knie. En je moet door blijven gaan. Yes. Starten dus met de normale plank. Ja, heb je al spijt? Ja, heel erg. Sowieso wat meedoen al. Wacht maar, drie mooie wakker wordt. Oké, okay. Nou, nummertje met deel opgestart. Goodbye. Nou, nog heel wat verwachten, sorry. Ja, schijnbeweging. Laatste nummertje. Elleboog omhoog. En planken vind je te makkelijk. Rechts en links, om en om. In. Terug. Zorg ervoor dat je je billen niet te hoog hebt en niet te laag. Onderrug het hoogste punt van je lichaam. En buikspieren aanspannen. Dan nog drie tellen. Twee. Eén. En stop. Plat. Haha. Een beetje schouders in de weer bewegen alvast. Ja.
gaan ze door. Je linkerbeen heffen. Komt ie. Plank. Strekken. Je voet mag de grond niet meer raken tussendoor. Hou hem recht. Af en toe een stapje naar voren, dat mag. Kom op. Hamstring, bilspier. Yes. Kom op. 3, 2, 1. Stap. Los. Ja. Die laatste twee doen we wel om en om. 3, 2. Gaan we, komt ie. Yes, plekje, rechts, links. Oh, om en om, hoe snel je gaat. Hoe leuker het is. Hoe meer je gaat zweten. Om en om, rechts en links. Tik je aan en je mag je handen niet meer in elkaar vouwen. Gaat het niet tussendoor, mag je met je knieën doorgaan, maar je houdt je zelfs niet aangespannen. Los. Aha. Rechterbeen. Ja, komt hij weer aan. Yes, gaat hij, kom maar. Kom op. Hamstring voel je al een beetje misschien? Probeer niet weg te glijden. Buik, je buikspieren aan. Hou vol. Kom maar. Een paar tellen nog. Los. Nou, wat hier van net, van deze is het te moeilijk. Voor een normale plank. Maar je moet het plekken. Gaan we. Yes. Rechts, links. Kom op. Van je buikspieren aan. Voel die navel. Trek hem in. Gaat het niet. Blijf gewoon plekken met je handen uit de zaak. Nog twee tellen. Yes, stop. Zometeen rechts en links heffen om en om. Wordt die wat makkelijker. Maar beter vol te houden. Yes, gaan we. Kom maar. Links. Rechts. Links. Rechts. Maar hij moet gestrekt blijven. Hoe hoger je gaat, hoe meer je vult je voet. Wat ook voor je veters. Kom op. Kom op, Lin. Ook jij. Ja. Die gaat aan je pauze. Stop. Eén setje. De nummertje is bijna afgelopen. Workout ook. Die laatste gaan we nog even murderen. Kom maar, yes, let's go. 20 seconden maar. Gaat het niet? Blinken. Gaat dat ook niet? Knieën. Span aan. Kom op. Beetje aan die grond. Beetje je knieën heel zachtjes. Of net niet. Kom op, kom op. Nog twee tellen. En los. Laatste setje. Eén keer rechts en links om en om. En dan doen we nog een cooling down. 3, 2, 1. Gaan we, yes. Kom maar. Kom op, hou vol. Handen heeft u in elkaar. Mag nu, als je wat extra kracht nodig hebt. Maar je gaat hem vol maken. Kom aan. 2, 1. En los. 5-2 keuze. Ja, maar het ging lekker, joh. Ging goed. Hey, we zijn wel zo goed als klaar. Dus we doen nog even een mimmetje. Maar gewoon even rustig aan. Je ligt al op je matje, dus dat is prima. Mag je ietsjes omhoog komen? Ja, sorry. En even allebei je handen in de lucht. En even naar rechts toe bewegen. Naar het midden. En links. En terug. Twee handen achter je. Even je schouder laten naar elkaar toe. Borst naar voren. Oké. Mag je eventjes weer naar voren. Ik denk dat ik vanuit beeld lig. Naar voren. En even onderaan helemaal lang maken. Even lekker relaxed liggen. Dan mag je daarna je handen naast je borst neerleggen. Kom je omhoog. En je kijkt ook omhoog. Dan gaan we een stukje door naar achter. Je billen door naar achter. Hoofd naar de grond. En een beetje voortrekken. Mag je weer naar voren. Langzaamaan. Heupen. Naar beneden. Kijk even een kant op. Rechts of links. Maakt niet uit. En draai door de andere kant op. Oké. Mag je weer plat naar beneden. Pak je eventjes één been vast.
je tenen. Trek je hem even goed aan naar je bil. Dat hou je wel even vast. Goed die rek erop. En los. Andere kant. Dan ben ik wat houteriger dan jullie. Bijzetten. Pak eventjes een steen vast met twee handen. En dan gaan we de andere kant op. Kom maar staan. Mag je eventjes nog breed komen staan? En we beginnen weer opnieuw met de Tabata weer. Nee, dat doen we niet. We pakken een kant. Even die lize goed oprekken. En de andere kant op als het goed is. Nou ja, ik voel een beetje mijn been trillen. Dat is helemaal niet erg. Goed even rekken nog. Laatste stukje even naar beneden. Dan is het omhoog. De laatste is nog eventjes. Pak eventueel iets vast. Anders pak je nog een keer je been vast. Ja, we willen als één de laatste, we nog één. Om het leuk af te maken. De SpongeBob, je mag gaan staan. En je doet van rechts naar links je heupen mee bewegen. Gooi je heupen maar los. Ja, die heb je niet gezien, hè? Is voor jouw tijd. Of naar jouw tijd eigenlijk. Ik wil het zeggen, niet voor mijn tijd hoor. En dan draai je nog even de andere kant op. Eerst laatste rondje. Top. Hey, toppers, lekker gewerkt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dankjewel. Volgende keer weer. En lekker gewerkt. Succes met de spierpijn. En tot gauw. Gaat nog goed zo met de spierpijn. Ja toch. Haha. Zo, mijn borst.